Hallo, welkom allemaal. Leuk dat jullie willen kijken naar de opleidingspresentatie van de opleiding Bewegingstechnologie. Mijn naam is Hester van der Sloot. Ik ben docent functionele anatomie bij de opleiding Bewegingstechnologie. En naast mij zit mijn collega. Ja, hoi. Michiel van Breugel. Ik ben alumni bij Bewegingstechnologie en tegenwoordig ook docent techniek. Ik zal je even kort meenemen in wat we deze presentatie gaan bespreken. In ieder geval even de toelatingseisen. Wel interessant natuurlijk om te weten of het je überhaupt mag beginnen. De inhoud van Bewegingstechnologie. Een aantal voorbeelden van ja, hoe vertaalt het zich nu naar opdrachten of voorbeelden daarvan. En natuurlijk, wat kun je daarmee worden met de opleiding Bewegingstechnologie? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te weten. En we sluiten even af met wat impressies van onze vaklokalen en de opleiding zelf. Bewegingstechnologie is onderdeel van de opleiding Mens en Techniek, of is een differentiatie daarvan, is het goede woord. 5 opleidingen, differentiaties zijn er onder de noemer Mens en Techniek. In Den Haag heb je Bewegingstechnologie en daar ga ik zo meteen in detail alles over vertellen. De andere opleidingen doen ook iets met Mens en Techniek, maar zijn echt verschillend. En je kunt dus niet bij de ene opleiding je propeduizen halen en dan bij de andere opleiding verder gaan. Dus vanaf nu ga ik jullie vertellen wat Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool inhoudt. Toelating, daar had Michiel het al over. Je mag aan deze opleiding beginnen met alle profielen behalve het profiel CNM. Dat is niet toelaatbaar, maar alle andere profielen ben je welkom. Zoals daaronder staat is het wel duidelijk dat er een beetje technische affiniteit belangrijk is. En dat betekent dat er in de opleiding aandacht is voor wiskunde B en natuurkundige principes zoals zwaartekracht en allerlei andere krachten die op een lichaam en op een constructie werken. En daar gaan we dus mee aan de slag. En als je daar moeite mee hebt of achterstand in hebt, dan moet je die zien weg te werken. Ofwel voordat je bij ons komt, maar dat kan ook als je al bij ons studeert. In het eerste jaar, in het eerste blok, beginnen we met het inhalen of in korte tijd herhalen van de relevante wiskunde B van op HAVO 5 niveau. Daar is een instaptoets van en als je die haalt, dan ben je daar meteen klaar mee. En haal je hem niet, dan heb je dus de mogelijkheid om lessen te volgen en die deficiëntie weg te werken. Dus mocht je de opleiding heel erg leuk vinden, maar heb je niet helemaal het juiste vakkenpakket binnen het goede profiel, dan kun je dat doen met behulp van zelfstudie en enthousiasme en een beetje hulp van eventueel medestudenten natuurlijk wel wegwerken. Maar je moet er wel een beetje moeite voor willen doen. Anders dan wordt het wel heel moeizaam. Nou, een tweede punt wat belangrijk is, is dat je voor deze opleiding een eigen laptop moet aanschaffen. Omdat we werken met bepaalde softwareprogramma's, zoals technische tekenprogramma's, maar ook een programma als MATLAB, waarin je berekeningen kunt laten uitvoeren. En dat zijn vrij zware programma's. En daarom kun je op de website vinden wat de functionaliteitseisen van de laptop zijn die je moet hebben. Zodat je zowel in de les je eigen laptop tot je beschikking hebt, maar ook thuis aan je opdrachten verder kunt werken. Nou, ik had beloofd nog even te zeggen wat dan specifiek BT was, bewegingstechnologie was. En dat komt in deze slide aan de orde. Bewegingstechnologen zetten mensen in beweging met behulp van technologie. Dat wil zeggen dat ze de technologie gebruiken om het bewegen te vergemakkelijken of te faciliteren. Daar bedoelen we mee dat je bijvoorbeeld een beweging die je oorspronkelijk niet kunt maken, wel weer kunt doen door techniek te gebruiken. Nou, linksonder zie je een heel mooi plaatje van een ski-orthese. Dat is een heel groot apparaat, maar daarmee zou iemand die niet kan lopen, die dus bijvoorbeeld een dwarslesie heeft en in een rolstoel zit, toch kunnen skiën. En dus de beweging die hij misschien leuk vindt, alsnog kan doen. Dat is wel een heel groot iets, hè? Daar ben je wel even mee bezig om zo'n orthese te ontwikkelen. Dus in de opleiding hebben we vooral veel kleinere voorbeelden, zoals bijvoorbeeld als je niet zo makkelijk meer je arm kunt bewegen en dus zelfstandig kunt eten, dat je iets maakt om een band om je hand, middenhand, dat je niet met je handen je lepel of je vingers je lepel hoeft vast te houden, maar dat je dat met je hand doet en op die manier toch zelfstandig kunt eten.
Nou, een tweede richting waarin het bewegen zeg maar hulp van techniek kan krijgen, is het, stimuleren van bewegen. En daar heeft Michiel een mooi voorbeeld van. Ja, ik heb hem hier om mijn pols. Zo'n mooi horloge natuurlijk, waar ik me van alles mee kan meten. Onder andere bijvoorbeeld de stappen, maar ook bijvoorbeeld met je telefoon kan dat tegenwoordig prima. En dat stimuleren zit hem in bijvoorbeeld dat ene berichtje van, hey, je hebt bijna je doel bereikt. Zo simpel kan het zijn. Maar bijvoorbeeld ook in het verzorgingstehuis. Ja, hoe kunnen we nou zorgen dat bijvoorbeeld die bejaarden, die toch al niet zo mobiel meer zijn, toch een beetje blijven bewegen. Want we weten eigenlijk allemaal stiekem wel, bewegen, dat zorgt er gewoon voor dat je gezond bent en blijft. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog als derde facet een stukje optimalisatie. Daar kun jij vast wel iets over vertellen. Ja, zeker. Het optimaliseren van bewegen is ook een belangrijk aspect van bewegingstechnologie. En die kant kun je ook kiezen. En dan moet je denken aan wat je op het rechterplaatje ziet. Dat je bijvoorbeeld videoanalyses maakt van bewegingen. Waardoor je kunt vaststellen of die beweging wel optimaal is. Of je niet beter kan. Nou, dan denk je misschien meteen aan de topsport. Waarin het om secondes gaat. Waarin je een coach wel eens hoort zeggen, de kniehoek was niet goed. Nou, dat soort analyses leer je bij ons ook doen. En dat is niet alleen in de topsport, maar dat kun je ook weer doen bijvoorbeeld in de revalidatie, waarbij iemand die opnieuw moet leren lopen na een ongeluk tips kan krijgen naar aanleiding van de analyses die jij als bewegingstechnoloog hebt gedaan. Van dit eerste stukje wil ik nog tot slot iets zeggen over wat voor soort student moet je nou eigenlijk zijn om geschikt te zijn voor deze opleiding. Nou, ik denk dat uit het voorgaande al wel duidelijk is geworden dat belangstelling voor bewegen heel belangrijk is. Niet zozeer het bewegen zelf, hoewel veel van onze studenten dat wel heel erg leuk vinden. En we hebben ook wel een paar topsporters. Maar we gaan niet bewegen op de opleiding. Wat je wel gaat doen, is nadenken over bewegen. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Waarom is die spier actief als ik ga sporten? Waarom is diegene beter in sprinten en de ander beter in lange afstand lopen? Dat soort vragen moet je interessant vinden en daar gaan we ons in verdiepen. Nou, dat is de analyse en de medische, technische, medische kant, biomedische kant. Maar je moet ook technische belangstelling hebben. Ja, zeker. Want wat je net als voorbeeld gaf, bijvoorbeeld met iemand die iets wil eten, maar niet de volledige functionaliteit heeft van zijn hand. Je wil dat toch ook in de praktijk kunnen brengen en nadenken over hoe je kunt zorgen dat dat ook gerealiseerd wordt, hè? Zo'n lepel. Het klinkt heel makkelijk, maar in de praktijk komt daar toch meer bij kijken dan je denkt. Dus in die zin een stukje technische kennis, een stukje belangstelling daarin is wel wenselijk. Verder hebben we natuurlijk ook wel onderzoekend vermogen is wel belangrijk. Je moet de drang hebben om te willen weten hoe dingen in elkaar zitten. En dan natuurlijk in relatie tot de techniek en tot het bewegingsapparaat, wat wij natuurlijk zijn. Nou, en tot slot is natuurlijk wat wij nu ook aan het doen zijn, een stukje samenwerking ook wel van belang. Ja, zeker. Als je als bewegingstechnoloog aan de slag gaat, ben je juist in staat om een soort intermediair te zijn tussen paramedici, de fysiotherapeut, de arts of de coach aan de ene kant. En ook de technici die misschien wel wat gedetailleerder dan jij zelf kunt, iets kunnen maken wat ook echt te gebruiken is. Dus als student ben je vooral ook gericht op misschien een prototype of het werkingsprincipe van iets wat je wil laten maken. Maar je werkt dus samen met medici en technici binnen de opleiding, doen wij dat als docenten. Maar als studenten moeten jullie dat ook doen met elkaar. En daarom doe je ook in de opleiding projecten met een groepje. En ook dat zal Michiel straks iets over zeggen als hij het programma toelicht. Maar volgens mij gaan we nu eerst even kijken naar wat een aantal studenten eigenlijk van onze opleiding vinden. Want dat is denk ik heel erg leuk voor jullie om even te horen. Hoi, ik ben Judith, 20 jaar en ik ben eerstejaars BT-student aan de Haagse Hogeschool. Hoi, mijn naam is Sisa, ik ben eerstejaars student aan BT bij de Haagse Hogeschool. Hoi, ik ben Florian, ik ben 19 jaar, ik ben tweedejaars BT-student in Den Haag. In het eerste jaar ga je heel veel leuke projecten doen. En als allereerste heb je de loopfiets. Die vond ik persoonlijk heel erg leuk. Dan leer je vooral met hout omgaan. Als tweede project krijg je de wijnschenker. En daarin ga je veel meer op in op het 3D-print. En dat vond ik persoonlijk ook heel erg leuk. Na mijn HAVO twijfelde ik tussen geneeskunde en andere technische studies. Maar ik heb voor bewegingstechnologie gekozen omdat het natuurkunde en biologie bevat. Wij werken hier heel veel met computers, aan projecten, MATLAB en SOLIDWORKS gebruiken we. Verder zijn we in het anatomielokaal en daar heb ik mijn maatje Kees altijd bij nodig. Hier kunnen we heel veel aan botpunten en spieren palperen. Dat doen we hier samen met de proefpersonen, maar vooral met het skelet ook. Ja, welkom terug. Dan zal ik je nu even
meenemen in hoe de opleiding eigenlijk opgebouwd is. En daarbij is het belangrijk om te weten dat, net zoals eigenlijk elke hbo-opleiding, die bestaat uit natuurlijk een propedeuze en een hoofdfase. Je ziet hier al de propedeuze in beeld. En je ziet er ook naar verschillende blokken met verschillende kleuren. En het doel van de propedeuze is vooral om jou kennis te laten maken met het vak bewegingstechnologie. Ja, als wat ga jij nou doen en wat moet je daarvoor kunnen? En we hebben geprobeerd het programma zo samen te stellen dat jij daar zo snel mogelijk een beeld van krijgt. En ook of dat je dat kunt. Nou, en dat zie je met name terug in die verdeling. 4 blokken van 10 weken. En het eerste blok is juist opgedeeld in eerst een stuk theorie met 2 vakken. Die wordt ook meteen getoetst. En daarna gaan we dat in de laatste weken in een soort van snelkookpan in de praktijk brengen. En we gaan dan bijvoorbeeld een loopfiets ontwikkelen voor een bepaalde leeftijdsgroep. En ja, kom je voor allerlei problemen te staan waar je, als het goed is, een hoop theorie al voor hebt geleerd in die weken daarvoor. Dan gaan we in blok 2 een iets andere opzet gebruiken. 3 vakken parallel aan elkaar. Blok 3 hetzelfde. En blok 4 gaan we juist ook weer eigenlijk al die theoretische kennis en ook dat stukje praktijk natuurlijk helemaal in de praktijk brengen aan de hand van verschillende opdrachten, ook uit het werkveld. Dus echte concrete opdrachten. Nou, daaronder zie je nog een blauwe balk en die is ook wel heel belangrijk hierin. Want we willen natuurlijk dat jij op je plek bent bij BT, dat je dus ook succesvol die opleiding gaat afronden. En daarbij zit ook een stukje professionalisering, maar ook wel degelijk studieloopbaanbegeleiding. Dus wij gaan jullie natuurlijk een stukje coachen in je keuzes en in je hoe je studievoortgang eruit ziet. Dat professionaliseren, dat komt ook met name terug in de hoofdfase. Want die hoofdfase ziet er eigenlijk heel anders uit. In de zin dat daar heel veel vrijheid is om te kiezen. Dat is niet nodig, maar die keuze is er. Dus mocht je daarvan af willen wijken, dan is die ruimte daar zeker voor. Maar in principe zien we hier dus een 4-tal kernen. Dat zijn de lichtgroene blokken in de verschillende periodes, ook elke keer weer 10. En die vakken die doet elke BT'er. Dat is vormt samen met de propedeuze eigenlijk wel de basis voor elke BT'er die afstudeert. En daaronder zien we die donkergroene vakken met keuze. Nou, dat kan zowel bij bewegingstechnologie als bij externe. En dat is helemaal aan jou om daar richting aan te geven in een richting die je misschien meer interesseert. Of misschien heb je een heel concreet beeld wat je later wil worden en kun je vast een beetje die kant op gaan oriënteren. Daaronder zien we natuurlijk ook nog weer die 4 balken met de minor, de stage, het afstuderen en het professionaliseren. Daar is die weer. Want die keuzes hoef je niet helemaal zelf te maken natuurlijk. Daar begeleiden we je ook in. Wat zijn nou de goede keuzes op welk moment? Dus het is niet dat we die keuzes helemaal aan je overlaten. Daar zijn wij ook voor om je daarbij te helpen. Zo kan het dus bijvoorbeeld zijn dat je bijvoorbeeld eerst 2 kernen gaat volgen en daarna in je 2e jaar als stage gaat lopen. Maar het kan ook zomaar zijn dat je pas in het einde van het 3e jaar gaat stage lopen. Afhankelijk van waar je stage wil lopen en om wat voor reden. Uiteraard moeten we ook nog afstuderen. Dat is aan het einde van de opleiding. Of nagenoeg aan het einde van de opleiding. En die zit ook eigenlijk als een band daaronder verwerkt. En ik vergeet nu eigenlijk nog te zeggen dat er natuurlijk ook nog stages zijn die je op verschillende momenten kunt lopen en ook van verschillende lengtes kunt houden, afhankelijk van waar je interesses liggen en welke mogelijkheden je hebt. Dit was net het programma, is heel algemeen. En hier hebben we voor je een aantal vakken op een rij gezet die in die onderdelen aan de orde komen. Vakgebieden waar wat over verteld wordt. Rechts zie je wat algemene hbo-dingen, zoals het onderzoekend vermogen, waar we het ook al eerder over hadden, dat je nieuwsgierig bent. En dat speelt op veel hbo-opleidingen. Nou, er zijn ook nog wat speerpunten van de Haagse Hogeschool zelf. Internationalisering bijvoorbeeld. Veel nationaliteiten hier op school, dus dat gaat eigenlijk bijna vanzelf. En aan de linkerkant heb je dan de specifieke vakken voor bewegingstechnologie. De biomedische vakken en ook meer technische vakken. En die heeft Michiel natuurlijk gevolgd. Dus misschien heb je een leuk voorbeeld. Nou ja, vooral de eerste VIVO-lessen natuurlijk. Een beetje spannend, maar goed. En ook de koppeling tussen die theorie en die praktijk. En niet alleen dan met die anatomie bijvoorbeeld, maar ook echt met die technische stukken. Van ik heb dit ontwerp. Hoe ga ik dat nu vormgeven in de werkplaats? En dat maakt ook wel dat je sommige dingen ook makkelijker onthoudt. En die afwisseling is ook heel fijn aan de opleiding.
Ja, en is het ook nog zo dat je niet eens ontdekt hebt dat je iets technisch, theoretisch had uitgedacht en als je het dan in de werkplaats ging maken, dacht, ja, dat kan helemaal niet. Maar dat is dus ook een van de voordelen dat je die koppeling dus ook maar kunt maken in de opleiding. En ook als dat spin in het web van al die vakgebieden kunt functioneren, omdat je van heel veel dingen wat weet. Ja, ja, het is, ja, een aantal van de onderdelen zijn denk ik vakken die je misschien wel een beetje kan herkennen van de middelbare school. Er zit fysiologie, dat is een beetje biologie. De natuurkunde werd net genoemd en de wiskunde. Maar wat we vooral gaan doen is al die vakken toepassen op het menselijk lichaam. En dat is de basis waar we daar steeds naar gaan kijken. Oké, we gaan weer even tussenuit om te horen wat onze studenten vinden van de opleiding. Wat bewegingstechnologie voor mij persoonlijk de meest interessante studie maakt, is dat je heel erg bezig bent met waardes van het menselijk lichaam. We zijn nu in het bewegingslab waar je heel veel dingen kan meten aan je lichaam. Bijvoorbeeld met dit soort apparaten als de loopband. Hierbij doe je metingen aan het hart en aan je longen. Dit is een marker voor het OptiTrack-systeem. Hier achter mij zie je een paar camera's voor het OptiTrack-systeem. Die volgen uiteindelijk de markers en wanneer dat gebeurt kan je je beweging analyseren. Zoals je ziet sta ik hier op de loopband. Hier kunnen we heel veel metingen doen. Trouwens is de sfeer ook heel erg goed bij BT. Je leraren mag je bij de voornaam noemen, dus dat geeft echt een hele persoonlijke band. Ik heb ook heel veel contact met mijn klas en ga buiten school ook heel veel activiteiten samen doen. Ook met tweede en derdejaars heb je heel veel contact. Je kan altijd vragen stellen. Als je ergens mee zit, kunnen ze je altijd helpen. Dus dat geeft echt een heel vertrouwelijke band. Welkom terug weer. Hopelijk hebben ze iets leuks over ons gezegd. Maar in elk geval willen wij jullie weer even meenemen met een aantal afstudeerprojecten. Dat zijn voorbeelden van mensen die dus de opleiding al helemaal hebben gedaan. Dus je hebt even de tijd om dat voor elkaar te krijgen, om dat te kunnen. Maar het zijn wel voorbeelden die illustratief zijn voor die drie richtingen die ik in het begin al noemde. Het stimuleren, het optimaliseren en het faciliteren van bewegen. En de eerste is een facilitatieopdracht. Vertel eens. Ja, nou ja, kijk, op het moment dat iemand minder goed kan bewegen en het valt niet op te lossen door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, dan kun je het ook in technische oplossingen gaan zoeken. En hier hebben we zien een heel mooi voorbeeld daarvan. Dat is de excentrische crank. En dat zijn twee hele technische woorden, maar excentrisch betekent het strekken of het verlengen van iets. En de crank is natuurlijk dat stukje waar je pedaal aan zit op je fiets. Het verlengen dus van de crank. Zo kunnen we het eigenlijk vertalen. En op het moment dat iemand dus minder goed zijn been kan buigen, wat je in de afbeelding ziet, een hoek mooi, hoe ver die kan buigen, dan kun je ervoor kiezen om dus die krenk op een bepaalde manier te laten bewegen, in plaats van die mooie cirkelbeweging die je normaal gesproken natuurlijk wil zien, om te zorgen dat iemand minder zijn been hoeft te buigen, maar toch dus kan fietsen. Zo is dit dus een voorbeeld van een redelijk technische toepassing. Maar je ziet hier ook echt wel een stukje analyseren in terug. Ja, zonder het eerst geanalyseerd te hebben weet je niet wat voor technische oplossing je kunt gebruiken inderdaad. Oké, dit voorbeeld was een afstudeerproject wat gaat om het stimuleren van bewegen. Je ziet hier patiënten die na een borstamputatie last hebben van vocht vasthouden. Dat noemen we oedeem en dat zie je ook goed op dat plaatje. Nou, daar heb je allerlei materialen voor, strakke kousen waardoor het vocht kan worden afgedreven. Maar eigenlijk is het vooral ook heel belangrijk om veel oefeningen te doen. En dat is best wel lastig om dat vol te houden. Moet je veel doen, zijn soms saaie oefeningen. En deze studenten van ons heeft een ideeën opgedaan voor het opmaken van een app. Waarin niet alleen de oefeningen staan, maar er ook punten gescoord kunnen worden. Hoe vaker je dat doet en hoe beter je dus eigenlijk gestimuleerd wordt om je oefeningen te doen. Let op, die app maken we natuurlijk niet helemaal. We programmeren hem niet van A tot Z. Het gaat echt om het uitdenken van wat erin zou moeten en hoe het eruit zou moeten zien. En welke oefeningen nuttig zijn. En vervolgens kun je dan samenwerkend met een student die programmeert de app uiteindelijk kunnen uitvoeren. Nou, tenslotte hebben we nog een voorbeeld van het optimaliseren van bewegen. Deze twee studenten waren eigenlijk wel geïnteresseerd. Ze zaten naar het wielrennen te kijken op tv en dachten, waarom gaan die lui toch in dat sprinten en in de berg op die fiets staan en gooien dat stuur heen en weer. Dat kost toch heel veel energie. Dat verspil je dan maar. En dat wilden ze uitzoeken wat daar dan toch achter zit. En gelukkig kwamen ze erachter dat wij als mensen eigenlijk heel slim zijn en dingen doen zonder
voordat we het weten. Want het bleek dat het lichaamszwaartepunt van de wielrenner op dit moment op deze manier vlakker blijft. Niet de hele tijd op en neer gaat, maar op dezelfde hoogte horizontaal beweegt. En dat kost minder energie dan wanneer je lichaamszwaartepunt steeds omhoog en naar beneden moet brengen. Dus eigenlijk doen we het heel efficiënt. En dat was leuk om erachter te komen. En eigenlijk dachten ze ook wel, ja, dan moet er misschien ook wel een ander stuur op die fiets komen. Zodat je dat trekken nog veel beter en efficiënter kunt doen. Maar goed, daarvoor was het afstuderen te kort. Dus dat is misschien wel een hele leuke opdracht voor als je bij ons BT komt studeren. En ook interesse hebt in het onderwerp. Nou, en dan zijn jullie inmiddels waarschijnlijk ook wel benieuwd wat je nou eigenlijk kan worden met bewegingstechnologie. En het simpele antwoord is bewegingstechnoloog. Maar ja, dat zegt je misschien nog niet zoveel. Dus we hebben geprobeerd dat ook duidelijk te maken aan de hand van dit schema, waarin verschillende rollen die je als bewegingstechnoloog kunt vervullen zijn uitgeschreven. Wat je ziet is twee horizontale lijnen van verschillende soorten rollen. Je kunt praktijkonderzoek doen of je kunt ontwikkelaar worden en een beetje de ontwikkelkant op. Van die beide aspecten leer je heel veel in de opleiding, maar studenten ontwikkelen vaak een voorkeur voor een van die twee. En die kant kun je dan gaan invullen met allemaal keuzevakken. Nou, als praktijkonderzoeker werk je bijvoorbeeld in een bewegingslab en als ontwikkelaar vind je het misschien juist leuk om dingen te maken voor mensen, zodat ze daarmee aan de slag kunnen. Wat dan vervolgens zo is, is dat je over onderzoek ook advies kunt geven of je kunt onderzoek coördineren. En dat zijn dan twee andere rollen die je als praktijkonderzoeker kunt vervullen. Nou, datzelfde geldt voor de ontwikkelaar. Je kunt dus zelf iets maken voor mensen, maar je kan ook zeggen, nou, van wat er allemaal al gemaakt is, daar kan ik advies over geven wat voor iemand specifiek het best geschikt is. Of ik coördineer als allerlei mensen die adviseurs zijn over hulpmiddelen die aan ouderen bijvoorbeeld in huizen worden toegewezen. Dus op die manier kun je heel brede opleiding toch specificeren door de juiste vakken te kiezen en de juiste richting in te gaan. Nou, dat zijn een beetje de beroepsrollen. Nou, tenslotte willen we nog iets laten zien van onze vaklokalen. Misschien heb je dat ook wel een beetje gezien bij de vlogs. Die zijn opgenomen bij de studenten in de vaklokalen. Dus daar kon je misschien al een glimp van opvangen, maar we willen er toch nog iets over vertellen. We hebben vier specifieke vaklokalen, omdat we natuurlijk veel praktijkonderwijs hebben in kleine groepen. En ik zal de eerste twee toelichten en dan doet Michiel de laatste twee, want die zijn natuurlijk wat technischer. Het eerste lokaal wat genoemd staat is het bewegingslab of het bewegings- en analyselokaal. Daarin kunnen allerlei bewegingsanalyses worden gedaan, videoopnames gemaakt. We hebben de beschikking over een optotreksysteem en een X-Sense pak. Zo'n pak met allemaal van die bolletjes erop waarmee je opnames kunt maken. Dat is best wel uniek dat we dat hebben, dus daar kunnen jullie mooie opnames mee maken. En die analyses gebruik je dus ook in de les. Dus je leert daar met die apparatuur om te gaan en je leert daar hoe je die bewegingen allemaal moet analyseren. Nou, daarnaast hebben we het Anatomie in Vivo lokaal, Michiel noemde het al even. Dat is een praktijklokaal waarin je de anatomie van het bewegingsapparaat, dus de botten, de spieren en de zenuwen die dat allemaal aansturen, leert kennen. Niet alleen door er theorie over te leren, dus uit een atlas, maar juist ook in de praktijk, in vivo. En in vivo betekent in de levende mens. En op dat plaatje kun je dat ook eigenlijk al zien. Je bent elkaars proefpersoon. Je gaat bij elkaar die botten en die spieren opzoeken, zodat je door het te doen eigenlijk ook goed onthoudt wat die spieren doen en daardoor het beter leert dan alleen maar uit het boek. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet. Die spieren kun je niet zien door je kleren heen. De huid kunnen we niet weghalen, dat doen we ook niet. Maar die broeken, die gaan wel uit. Je staat dus in het lokaal, in je ondergoed. Maar gelukkig is het lokaal verder afgedicht en ben je onder elkaar. Iedereen doet hetzelfde. Iedereen is op zoek naar die spier en naar dat botpunt. Dus het is altijd even wennen in het begin, zoals Michiel ook al zei. Maar het is wel, het went eigenlijk heel snel. En daarna is iedereen heel druk bezig met het zoeken van die spieren. Ja, die schaamte die valt er snel vanaf. Maar weet dat je dat dus misschien wel moet gaan doen als je voor de opleiding kiest. Nou, naast die bewegingsapparaat natuurlijk ook dat stukje technische ondersteuning in de vorm van vaklokalen. Onder andere 3D-lab, maar ook laserprinters en allerlei andere materialen om bijvoorbeeld snel een prototype te kunnen realiseren.
alleen technische kennis over materialen en constructies, daar hebben we niet zo heel veel aan. We willen natuurlijk ook kunnen testen. We willen snel inzicht hebben over hoe dingen zouden kunnen functioneren. En in die zin leren we dus ook in de basis bijvoorbeeld houtbewerking en metaalbewerking in de werkplaats, zoals je bij plaatje 4 ziet. Om te zorgen dat jij dus naast die verbinding tussen mens en techniek, theoretisch, ook de praktische kant kunt toepassen. Of in ieder geval die brug kunt zijn. Zeker. Nou, en tenslotte komen de studenten nog een keer aan het woord. Die gaan jullie nog iets meer vertellen over de opleiding en wat ze daarvan ervaren hebben. Na BT kan je verschillende richtingen op. Je hebt bijvoorbeeld de zorgkant, je hebt de revalidatie en de sport. Maar je kan bijvoorbeeld ook een coördinator, adviseur of een ontwikkelaar worden. Ik hou niet echt van een kantoorbaan. Ik werk graag met mensen, dus daarom gaat mijn voorkeur uit naar revalidatie. En daarom wil ik in het derde jaar ook stage gaan lopen bij een revalidatiecentrum. De meeste studenten van onze opleiding zijn geïnteresseerd in sport, bewegen, techniek of het menselijk lichaam. Ben je nou net zo geïnteresseerd in die onderwerpen als ik? Neem dan een kijkje op onze website en wie weet zie ik jou volgend jaar bij Bewegingstechnologie op de Haagse Hogeschool. Ja, studenten, dank jullie wel voor al jullie informatie. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vonden om de studenten te horen. We hebben nu zoveel mogelijk verteld over de opleiding, maar ik kan me voorstellen dat je misschien toch nog wat vragen hebt. Neem contact op met de opleiding. Hier staan mailadressen, maar je kunt ons ook volgen op de social media. Je kunt nog meedoen aan meeloopdagen of aan het proefstuderen. Alle informatie is te vinden op de website en die social media. En we hopen jullie te zien. Ja, september hopelijk. Tot dan. Tot dan.